Hoi, stoppen. Goedendag. Zie je komen. Nee, oh, dat moet ik hem bleuren. God, man, dus je... Oh, wacht, ik zal maar... Oh, hallo. Oké, okay, hallo. Hoe die gaat hem inrijden. Stoppen. Dat hoort hij niet. Stoppen. Hallo mensen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSP de Varamor. Soms heb je van zo'n dagen dat je denkt van ik ben lekker aan het opnemen. En dan heb je 15 minuten aan videomateriaal erop zitten, ben je bezig. Kijk je naar het knopje van je microfoon, besef je, die staat gewoon uit. Dus ik heb 15 minuten aan film weggegooid met best leuke meldingen. Alleen, ja, daar heb ik niks aan, want ik ga niet achteraf inspreken, dat vind ik zo kut. Dus we beginnen gewoon lekker opnieuw, maar dat is geen probleem, want ik mag vandaag in dit super vet voertuig rijden. De politie Mercedes B-klasse, gemaakt door Lars Labré en Team Emergency. En dat is Robin. Team Emergency is Robin. Die twee kon ik een shout-out geven. De shout-out aan jullie twee. Super vet voertuig. Super vet voertuig moet ik zeggen wat jullie hebben gemaakt. En ja, dit is hem. Blauw staat nu aan zoals je ziet. Als je het niet zag, ja, dan ben je waarschijnlijk kleurenblind. Maar anders uit. Ja. Dit is dus ook de echte lichtbalk die erop gaat komen. Grillflitsertjes. Nou, hartstikke mooi. Wat zit er nog op? Of ja, wat zit erin? Zullen we ook even snijden. Interieur is niet precies 1-op-1, maar dat maakt ook niks uit. Beeldschermpje, beeldschermpje. Mop. Mobielfoon. En daar onder het Honak-kastje. Maar die is dan, ja, die is dan wat anders. Voor de rest is hij misschien wel hetzelfde. Ik hoef het eigenlijk niet zo goed te zeggen. In ieder geval, klein detail alweer. Er zit alleen een gaspedaal en een rem op. Geen koppeling. Dat vind ik altijd, ja... Toch, daar let ik ook wel een beetje op, want je rijdt, dit soort auto's zijn altijd automaat. Niet de Mercedes, maar gewoon hulpverleningsvoertuigen zijn altijd automaat. Ja, dan vind ik het ook normaal dat er geen koppeling in zit. Maar goed, dat zijn echt kleine dingen. Wij stappen even in, het wordt geen first person video hoor. Ook oranje zit erop, natuurlijk stop zit erop, is wat klein. En wat fel, maar dat ligt aan mij, dat ligt omdat ik die visual settings. Kijk, als ik oranje fel wil en blauw fel wil... Ja, dan moet je soms wat keuzes maken. Dan is stop vaker te fel. Maar je ziet tenminste politie volgen ze hier staan. En stop politie zie je in de juiste hoek ook gewoon duidelijk staan. We hebben ook nog groen. Ook niet belangrijk. En zoeklichten. Eén klein dingetje is dan wel weer. Kijk, nu staan de zoeklichten aan. En kijk naar de muur. Nu zet ik groen aan. Zie je? Hier zie je eigenlijk nauwelijks verschil. Dit zijn de zoeklichten. Nu zet je groen aan en dat is eigenlijk, dat ziet de auto als zoeklicht. Maar dat maakt niet uit. Het zijn allemaal kleine dingen die mij opvallen, maar dat is niet iets waar ik wakker van lig. Kofferbak kan ook open, brandblusser, lint, hoe heet het, afschermlint, nee hoe heet je dat ook weer. Nou, geen idee. Heel dom dat ik dat niet meer weet. Niet betreden lint noem ik hem maar even. En pionnen. Allemaal... spullen die we achterin hebben liggen. Zware vesten liggen er ook ergens verstopt. Nou, laten we verder gaan. Ik was dus al bezig, maar ja, ik dacht ik ga nu niet weer helemaal naar een bureau rijden om daar de video te starten. Dus we doen even rennen om parkeerplaats. Alles goed meneer? Ja, vast wel. Ja, over een paar dagen, misschien een week, misschien wat korter, misschien wat langer, zien jullie een video met de B-klasse, of met de Vito. Daarin zeg ik van, ja, luister, waarom hebben we nog niet met de B-klasse opgenomen? Want er zijn er wel gereleased, maar ja, ik vind geen mooie B-klasse. Want er waren allemaal B-klassen met de standaard lichtbalk die nu op de Touran zitten en dat gaat allemaal weg. Dus dit is de echte lichtbalk van de B-klasse. En natuurlijk heb ik dat gisteren opgenomen, komt vandaag de B-klasse, wordt die gereleased. Dus in ieder geval, ik zeg dus in die video nog van, ja, ik heb geen B-klasse, dus ik heb er nog niet mee opgenomen. Dat komt dus later online dan deze, omdat ik dacht van deze video wil ik even snel ertussenin, tussendoor gooien, omdat ik deze zo vet vind. En ja, voor de rest, ja, wat gaat er dus veranderen? Wie reed hier naar de rood? Die vrachtwagen waarschijnlijk. Even algemene controle dan maar. Die zal ook wel weten hoe laat het is als ik omdraai. Er komt dus een B-klasse in Nederland. Hè. Gaat een beetje de Touran en de... ja, de Touran vervangen. Oh.
Dan heb je nog de Vito, die gaan een beetje de busjes vervangen, de T5, de T6. En de Touran, die blijft ook bestaan, de Touran 2016. En die krijgt wel een upgrade, nieuwe lichtbalk, etc. En die wordt geloof ik voor de hondengeleiders. En de Vito kan ook als hondengeleider gaan dienen. Dan heb je nog de Volvo V70 die we nu hebben. En die gaat vervangen worden door de Audi. Op dit moment is de Audi er nog niet. De Audi is wel, er zijn wel video's van gemaakt. Maar omdat de Volvo's toch ook aan vervanging toe zijn, is er op dit moment een Volkswagen Passat die tijdelijk nog even de taak van de Audi overneemt. Totdat de Audi in dienst komt. Dus je zult soms ook op de snelweg zo'n vette Volkswagen Passat zien rijden met een putje. Vrachtwagen zetten we hier even aan de kant. Die reed dus door rood. Ik zet even oranje aan in ieder geval voor de auto's die hier mij tegemoet komen rijden. Hallo. Ik wil even een rijbewijs zien. Hij reed door aan de kant zetten. Dus waarschijnlijk door de rood reed. Dus ja, dat veroorzaakt een gevaarlijke situatie. Het ging allemaal goed. En helaas kan ik niet bewijzen tot u door rood reed. Dus ik wou gewoon even erop aanspreken. Beter stop je iets te vroeg. Of ja, iets te vroeg, dat is ook onzin als het een groen is. Maar let er even op, niet te hard op een kruispunt afrijden, ook al is het groen. Ga je laten afkomen met een waarschuwing. Maar de volgende keer als ik achter je zit, dan krijg je gewoon bekeuring. Ik heb dat ooit eens, of ooit eens, bij weggebruikers vaker gezien. Als je de... Dispatch calling unit 6. 20. We've got assistance required for Eerste prio 1 melden van vandaag. Dat is verhoord. Rechtsvrij voor mijn magazine. Ik kan zeg maar niet zien van de tegenliggers van die links hier of die nog groen hebben of niet. Dus dat betekent ook al rijden hun door rood. Wacht even, ik ga even weer. Hoi, stoppen. Goedendag. Hier komen. Goed. Even een ID zien. Collega's, jullie doen aangifte van mishandeling. Dat is een goed plan. Ik ben bij deze aangehouden. De zaken mishandeling. Ik ga mee naar bureau, ben niet de antwoord verplicht. Berecht om advocaat. Als je niet veroorloven krijgt, er eentje van ons toegewezen. Dat is begrepen wat ik heb gezegd. Vast wel. Dat is verhoord. Goed zo. Nee. Hij kan in principe ook achterin, maar ik ben alleen, dus ik laat lekker transportjes komen en dan kan ik meer meldingen aannemen. Ja, laat me dan even langs. Goed, het is dus zo dat stel... hier staat een stoplicht, recht voor mij. En aan de andere kant, wat de fuck was dat? Oh, dat is een kat. Hallo kat. Staat ook een stoplicht. Van waar die vrachtwagen nu dus staat. Of die Touran. Ik kan dat stoplicht vanaf hier niet zien. Dus ook al heb ik groen en hun zouden een rood moeten hebben en hun rijden door. Dan is er een aanname van ja, het zal wel de rood zijn gereden. Want anders klopt het stoplicht niet. Maar ik kan dat niet bewijzen. Tenzij er een andere politieauto achter rijdt. Of iemand met een dashcam of zo. Maar... ik mag dus alleen erop aanspreken en niet bevestigen. Heb ik het helemaal fout, dan moet je het even in de reactie zeggen. Maar ga niet onzin zeggen, want soms zie ik echt reacties van... ja, het klopt niet wat je zegt, mijn vader is politieagent. En dat was zoiets van... hij zei van, motorkleding is wel verplicht. Want mijn vader is politieagent, dus het klopt niet wat je zegt. Maar motorkleding is niet verplicht, alleen een helm is verplicht. Dus ga dan niet lullen, als je niet weet waar je het over hebt. Dus voor de mensen die het wel weten, die misschien wel bij de politie zitten. Als je niet kunt zien dat iemand een rood rijdt, mag je hem geen bekeuring geven. We hebben een melding prioriteit 1, ga ik vanuit assistentie bij een voertuigcontrole, staande houding. Ik weet niet of het om een BTGV gaat of... oh, dit is mooi. Een Vito en een B-klasse bij elkaar. F1. Oh,
Als die oranje auto nou weggaat. Als je een blauw uitzet. Ja. En nu weer blauw aan. Goed. Ik ben een beetje een fend-off position. Stel dat hij gaat er vandoor, dan kan ik snel... Hoi, hoi, vertel. Cut someone off back there. Sorry, I'm going to slap them. Ticket, oké. Ik kom even mee. Dan krijg je gewoon een bekeuring voor iemand afsnijden. Want we zijn een kenteken check. Nou, hoe zei de 49 APH 622. Ik ga het volgende kenteken voor u aantrekken. 49 Hotel Papa Hotel 622. No 1099. Ja, goed zo. Goed zo. Fijn nog verder, collega, het beste. Wat gaan we doen? Het is mijn busje. Hey! Dacht er niet, dat vriend. Ik wou busje zeggen, maar ik ga niet met deur slopen, hè, broer. Ik wou busje zeggen, maar dit is mijn auto, dat is jouw busje. Hij wou hem pakken, hè, zag je? Hij dacht van, ik wil ook een B-klasse. Ik ben de eerste met een B-klasse, dus hij wil ook een B-klasse. Maar dat mag niet. Oh. Wat is hier, Luis? Oh, dat is je auto weer. Dat gaat zo nu werken. Oh, oh. Die Prius snapt het ook niet helemaal, dus ik ga hem ook even stoptekentje geven. Stop je voor staat aan, blauwtje even snel aan en stop je voor staat vooraan. Zo. Kunnen auto's hier veilig langs? Ik zie taken truck er langs kan. Oeh, dat is wel close. Ik ga hem gewoon op de stoep zetten. We hebben zo'n grote stoep, waarom je geen gebruik ervan maken. Ik moet alleen even zorgen dat die vrouw niet verder loopt. Hoi, stop. Goed. Ik ga hem even aanspreken op zijn gedrag. Even kijken of hij rijbewijs heeft. Kijken of hij gedronken heeft. Goedendag. Hallo. Ga mijn rijbewijs zien. Hunter. Hunter, dankjewel. Heeft hij iets gedronken? Yep, stay out. Heeft hij drugs gehad? Ben ik aangehouden en, op dit moment nog niet. Mag even blazen voor mij. Achter is ook kapot. Later is dan doen. Het zal waarschijnlijk net zijn gebeurd. Ik zie het even door de vingers. Oeh, heeft wel iets gedronken, hè? Ziet er een beetje knetterstoond uit uit zijn ogen. Kan ook gewoon zijn ogen zelf zijn. Weet je hoe druk. Nee, oké. Okay. Goed. Jij hebt iets gedronken. Eerst te zien. Het is een. Ik weet nooit wat de F en de P en. Soms kijk ik die Belgische politie serie en dat is weer anders. Daar is P weer. P is passeren of zoiets in Nederland en P is aanhouden in België. Ik weet echt niet, sorry. Ik heb het ooit eens geweten, maar nu niet meer. Goed. Als je niet kunt rijden, stop dan. Maar wat daar gebeurt, ik weet niet wat er gebeurde, maar ik heb het niet gezien. Maar denk even aan jezelf en aan anderen. Aan de veiligheid. Een 415, dat weet iedereen wat dat is. Rijdt u alsjeblieft prio 2. Of niet dan? Nee, het zou waarschijnlijk wildplassen zijn of zo. Of gewoon naakt op straat lopen. Moeten we dit gaan pleuren? Is er een bikini aan of is er een bikini aan? Nee, oh, dit moet ik gaan pleuren. God, man, is je. Oh, wacht, ik zal maar. Oh, hallo. Oké, okay, hallo. Ja, goed. Vertel, hoi. Ja, ik ga er zo voor staan. Dat is helemaal wat pleurwerk. Hallo. Hey, dat mag niet. Wat zijn we aan het doen? Kom even mee. We gaan even die kant op. Normaal kun je met die praten of niet? Met de 5 of zo. Hey, T. 5. Goed, oh nee, je hoeft niet zo naar me toe te gaan staan. Oh nee, oh god, ik... Oh, dit gaat nog moeilijk worden met blurren. Daar ben ik echt slecht in. Goed, mag een ID zien van u. Ik weet niet of u iets bij had, want u had niet zoveel aan. Ja. Goed, dit mag niet. Ik weet niet waarom je het doet. Je zult vast een punt willen maken of zo. En, moet ik weer... Oh god. Nee, ik hoef dat niet te fouilleren. Ik kan toch niks fouilleren, man. Oh, camera. Waar komt die vandaan? Nou goed, ik heb een taxi voor haar besteld.
En dan ga ik even heel slim zo. Oh, ik sta wel heel kort in dat trouw. En dan zo, weg, ja, goed zo. Waar blijft die taxi? Ik heb geen taxi besteld, hè. Even zo, en zo, en zo, en zo. Nou, jullie zagen het weer. Oké, jullie zien het weer. Ik moet gewoon alles gaan blurren, dit hele beeldscherm. Het boeit me niks meer. Oh ja, warning. En een taxi. Hallo, met Wim. Ik wil graag een taxi. En je gaat het leuk vinden, alsjeblieft. Ik doe die taxichauffeur een plezier. Snap je toch? Daar komt hij toch. Hé, die was snel. Die dorp van daar moet ik heen. Hola, amigo. Alsjeblieft, mevrouw, het beste ermee, ondanks alles. Toch een fijn dag. Je krijgt geen, ondanks alles krijg je geen bekeuring. En ik vond het, nou, ze deed niemand kwaad. Stond alleen op de weg. Zo. Piep, piep, piep. Ah, daar stapt ze uit. Oh ja, oké. De melding was afgerond. 12-01, dat is 12-01 over. Pardon. 1 Lincoln 18. We have a possible 148 in. Er is een ambu gestolen en die gaat daar aan de overkant er vandoor. Gaat hij de paarden? Nee. Wie steelt er nu ook een ambu? Ja, hier was dat wel laat. Je had gewoon in de post had hij 's nachts ingebroken, had hij een ambu gejat. Tankstation heeft het toen overvallen met die ambu. En met die ambu. En toen reed hij weer om het zwaarlicht, de sirene is weg. Maar we hebben zo'n psychiatrische inrichting recht tegenover de ambupost. Dus ja, dan krijg je dat soms. Niet soms, dat is eenmalig gebeurd hoor. Maar... Oké, die die ga je niet zomaar een pitje geven, merk ik al. Ik ga wel weer iets aanvragen tot ik een... in ieder geval kan inboxen als het nodig is. En daarmee bedoel ik gewoon klem zetten. Hij rijdt zich hier wel klem. Dus ik ga hier gewoon wachten. Je kunt er wel achteraan rijden, maar vroeg of laat komt hij toch... Oh shit. Komt hij toch terug. En als hij niet terugkomt, dan hebben ze hem daar al gearresteerd. Of ga ik nu het gebied uit? Ja, ik ga het gebied uit. Hè. Of ja, het gebied. Ik ga nu uit de zone. Maar als je hem inrijdt, dan schiet ik hoor. Oh, die gaat hem inrijden. Stoppen! Dat hoort hij niet. Stoppen! Stoppen, handen laten zien. Omhoog. Bijrijders, staan blijven. Oh, ik had hem geraakt. Staan blijven. Zet voor het voet. Twee personen. Eén is gevallen. Ik ga achter de bestuurder aan. Liggen, liggen blijven. Liggen blijven. Goed zo. 12-02-07, komen eraan. Aangehouden diefstal van de ambulance. En gevaarlijk rijgedrag. En naar bureau. Knieën, goed zo. Knieën, goed zo. Oh, die andere piepo gaat er ook nog vandoor. En mijn collega denkt, ik ga echt niet meer achter die piepo aan hoor. Ja, wij met fling aanrijden. Oh, je gaat niet hier overheen klimmen, hè, maat. Ah, godverdomme. Ah, ik kom er terug. Staan blijven. Goed, staan blijven. Ik heb een hele mooie taser en ik heb je vriend net al neergeschoten, dus ik weet niet wat je nog wilt. Goed zo. Hey, luister. Je bent aangehouden voor medeplichtigheid bij het diefstal van een ambulance. Misschien heb jij hem wel gestolen. En reed hij toevallig. Dan heb je slim aangepakt. Niet antwoordverplicht. Recht op een advocaat. En ja. 12:05, ik ben onderweg. Komt er nou een MRT? Motorrijden zonder helm. En dat mag niet. De rest mag je volledig naakt op je motor. Maar je moet gewoon een helm hebben. Zo simpel is het. En rechts inhalen, negeren stopstreep.
stopbord, zeg maar. Oh, we gaan snel op. Zie je nou rechts stop, rechts stoppen, rechts stoppen. Goed zo, jongen. Veel mogelijk naar rechts. Nu, of was dat zijn helm? Ik zag wel een donker koppie. Wat heeft hij anders? Misschien... Oeh, nu weet ik het echt niet. Ik ga het volgende kenteken voor u natrekken. 8, 0, Lima, Hotel, Oscar, 4, 8, 4. Nou ja, het ging wel. Waar was je helm? Ja, was een beetje ongemakkelijk om te dragen, agent. Ja, dat mag niet. We gaan een motorrijbewijs zien van u. Of gewoon een rijbewijs waar gewoon de motor achterop staat. Die is in orde. Oké. Zijn we wel bekeuring voor. Keuring bedraagt €239. En dat is inclusief die 9 euro administratiekosten. Zonder geld. Of zoiets. No helmet. Fliep. Ja, let niet op het bedrag hier. Oh, je komt er in Amerika nog goed mee weg. Bieteschön. Ik schrijf hem even uit. Je mag wel je weg vervolgen. Aangezien het toch allemaal bij thuis wordt opgestuurd. Goed, ik moest even iets op Instagram reageren. Want ik had wel erop gezet dat deze Vito binnenkort op mijn... Of B-klasse binnenkort op mijn kanaal komt. Maar nu waren mensen alweer aan het zeggen van... Ja, maar die is van het ministerie van Mods en zo. En nee, dat is hij niet. Punt. Dus voordat ik dadelijk weer... voordat ze dadelijk weer bij hun gaan zeggen van... Ja, heeft je jullie B-klasse gestolen? Nee, hij is van Lars en van Team Emergency. Oftewel Robert. Ja, ik vind het eigenlijk wel mooi geweest voor vandaag. Ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik zie jullie heel graag weer bij een nieuwe video over 2 dagen. En dat is een motor denk ik. Motor. Of niet? Ik denk motor. Ik weet niet zeker. Of hij was 2 dagen terug motor. Ik weet het niet meer. Ja, en ik ga de B-klasse nog vaak genoeg gebruiken. Ik ga hem steeds meer vervangen voor de Touran. Maar ik ga ook nog steeds met de Touran 2016 blijven rijden. Omdat ik die toch nog wel wat mooier vind. Maar goed, ik vind deze ook super gaaf. Dus ik zie jullie graag over 2 dagen. En doe dat blauwe duimpje omhoog voor Robin en Lars.